Voor het kernkabinet in het parlement heeft premier Leterme toegegeven dat de Europese Commissie tijdens de Fortis-crisis wel bereikbaar was op haar kantoren. In een Nederlands tv-programma had hij dat zondag nog tegengesproken. Europees commissaris Nelly Kroes noemde Leterme daarop een leugenaar. Maar, zegt de premier, ik was fout ingelicht door een medewerker, Goele de Vrooy. De oppositie noemt het nooit eerder vertoond. Een Europees commissaris die een premier van een lidstaat beschuldigt van leugens. En dan nog terecht ook. En wat heeft u daarin bezield? Want het is toch ontegensprekelijk zo. Zij waren daar wel. Als u dus probeert uit te leggen, wij hebben die meldingsplicht verzuimd omdat wij u niet konden bereiken, daar is geen twijfel mogelijk, u liegt op dat ogenblik. De premier heeft het over nutteloze commotie, maar geeft toe dat de Europese Commissie wel bereikbaar was en dat hij fout was ingelicht die bewuste dag. Waar ik effectief op een bepaald moment terloops de opmerking heb gemaakt of de commissie niet fysiek aanwezig moest zijn. Er is mij toen gezegd dat zij niet beschikbaar was. Het is weer iemand anders die van u de schuld krijgt. En dat is keer op keer hetzelfde. U bent verantwoordelijk voor de aanpak van de financiële crisis. Niet de medewerker of wie dan ook die u zegt, als het waar is, dat de kantoren dicht zijn. U had contact moeten nemen met de bevoegde Europese commissaris. U heeft dat nagelaten. En dat is uw verantwoordelijkheid, niet die van iemand anders. Après le temps des menaces, voici maintenant le temps des mensonges. Vous avez géré ce dossier avec beaucoup d'amateurisme et les dégâts sont immenses. Premier Leterme zei dat hij onder vier ogen nog wil praten met Nelly Kroes over haar woordgebruik, maar dat hij veel respect heeft voor de Europese Commissie. Ik breng daar al heel wat respect voor op, maar voor mij is de centrale doeling bijzonder veel waard, zo niet alles waard, namelijk zorgen dat datgene wat we aangekondigd hebben, dat we gingen zorgen dat het geld van de Belgen, van onze landgenoten, in veilige handen blijft. Dit is de centrale doelstelling en daarvoor zet ik mij in.